Mevrouw de Keersmaker, ik kom bij u. Want ik zei het al straks, het zijn bijzondere tijden. Ik som ze toch nog eens even op. Een retrospectieve in Parijs, waar 60 voorstellingen van uw werken gedaan worden deze dagen. Er komt een nieuwe voorstelling aan, de 6 Brandenburgse concerten. Begin januari in de Munt. Er is dit prachtige fotoboek. Donderdag is er de première van de herneming van de fase, waar het allemaal mee begonnen is voor u. En dan mag u binnenkort ook nog eens naar Broadway. Is dat een uitzonderlijke periode in uw carrière? Of bent u dat een beetje gewend geraakt intussen? Nou, dat zou een beetje pretentieus zijn, om dat zo te zeggen. Dus inderdaad, er zijn een aantal dingen die... Nou, het klinkt een beetje pathetisch om te zeggen, zo'n bekroning zijn. Maar een aantal echt mooie dingen die tezamenkomen, maar die wel het resultaat zijn van... 36 jaar werk. Zullen we eens naar het begin gaan helemaal? Want dat is wat fase, donderdag, de première. Mm. Een herneming, Four Movements on the Music of Steve Reich. Hoe vaak heeft u dat zelf gespeeld? Bijna 300 keren, 275 keren. Ja. Ja, in 30 verschillende landen. En in al die jaren nooit doorgegeven aan iemand? Of... De hele voorstelling niet. Sommige, het is 4 delen, pianoface... Come Out, Violin Face en Clapping Music. Sommige delen zijn er doorgegaan, maar zoals bijvoorbeeld mijn solo Violin Face is nooit door iemand anders gedanst. Dus inderdaad wel heel... Dat is een beetje mijn DNA. Dat is zo mijn manier kind. Van... Ja, mijn bloed, mijn... Dat is mijn dans zo. Het was de doorbraak ook, hè? Ja, 82 in de Beurs Schouwburg in Brussel. Zullen we nog eens teruggaan, beeldmatig, naar die tijd? Ja. Het opzet was dus eigenlijk om tussen de 3 basisgegevens, namelijk het licht, het geluid en de beweging, een voortdurende continuïteit en wisselwerking te creëren. En ik geloof dat dat gegevens zijn die op zichzelf meer dan de moeite waard zijn. Is het prettig om nog eens terug te zien? Nou, het is natuurlijk wel meedogenloos wat de tijd doet op het lichaam. Ja. En aangezien ik een danseres ben, heb ik mijn vanitas. Nee. Ja. Er is zo'n soort van zelfzekerheid die ik... die mij verwondert zo. Zo zeker van uw stuk. Op die de rand van het arrogante. Op de rand van het arrogante, maar... Ja. We hebben intussen ook beelden van wat wordt in de toekomst. Als je dat 36 jaar zelf hebt gedaan, dan vraag ik me af, kan dat ooit wel goed genoeg zijn als een ander dat doet? Ja, dat is ook een vraag die ik mijzelf gesteld heb. Ik was er heel erg bang voor. Ja. En we hebben de première gehad in Centre Pompidou in Parijs. Dit is dus de Belgische première. En ik heb er een beetje zo naar zitten kijken. En dan langzaam dat ik echt zelf overtuigd was. En dat is dan wel heel, heel mooi. Want dat betekent zo uit angst dat het niet goed genoeg zou zijn? Ja, zo, omdat u dingen zo van... Die... Maar... Wat moeten zij dan meenemen van u? Maar kijk, die voorstelling is gemaakt op de muziek van Steve Reich. Dat is minimal music. Dat betekent dat er heel weinig vocabularium is. Hè? Dus dat is een zeer, misschien de meest abstracte voorstelling die ik ooit gemaakt heb. Dat was het begin van een traject. Dus de manier waarop je dat invult, hoe je dat belichamend, hoe je daar, laten we het zeggen, ziel aan geeft, hoe je daar in zoiets wat zo strak is, zo structureel, zo praktisch mathematisch, dus hoe je daar een soort van gevoel of anarchie aan geeft, dat betekent allemaal in de ruimtes tussen. En
Dat is iets dat je moeilijk ook kunt verwoorden. Je kunt vakmanschap doorgeven. Maar... Je kunt zoals in de judo knepen en bewegingen doorgeven en zo. Maar how you give it soul, hoe dat je dat dingen... Dat is... Dat, wel, daarvoor... Hoe doet u dat? Want... Nou, dat is toch bij de casting. Dat is gezegd van... Als je audities doet en als je jonge dansers ziet, dat je zegt van... Hoe ze dat dan uiteindelijk gaan pakken? En... Daar ben ik voor de eerste keer nu wel echt wel door ontroerd ben geweest. Zo, want dat betekent ook... Dat ze het konden, maar dat betekent ook dat er een heel mooi iets bestaat, dat er iets als een schriftuur bestaat, weet je. Wat is een schriftuur? Nou, in beeldende kunst maak je een object en dat kan verkocht worden, dat kan op gespeculeerd worden. In muziek heb je een partituur die kan doen, maar wij... Als dansers, we create an experience. Er is niks materieels dat blijft. Nee, en dat ook omdat het met lichaam is, dat is aan sterfelijkheid gebonden, dat verdwijnt. Dus men kan boeken maken, men kan films maken, maar de echte dingen is toch door voorstellingen... En dan moet je dat toch in een ander zien te krijgen. Hè? En dan moet je dat in een ander zien te krijgen. En dan is er toch de vraag in welke mate wat een schriftuur is, welke soort bewegingen, welke soort van grammatica, bestaat die ook... Los van de performers, van de zijdegene dansers. En hoe doe je dat dan? Om dat tot bij hen te krijgen? Want hoe oud zijn de meisjes of de dames? De meeste van hen waren nog niet geboren toen het stuk gemaakt was. Hè? Ja. Ik denk dat een voorstelling altijd een beetje... toch de grote en de kleine wereld weerspiegelt... waarin je als maker op dat ogenblik was. Dus... Het is een andere wereld. We zijn 36 jaar later. Dus... Wat is er veranderd in die 36 jaar aan uw werk? Ik denk dat het een soort van cirkelbeweging geweest is. Van iets dat zeer vormelijk, minimalistisch... een zeer grote graad van abstractie is geweest... En waar ik... You're a self-made choreographer. Hè? Dat is iets niet waarvoor dat je naar een school kunt gaan. Dus het leerproces is het werkproces. Dat grijpt in elkaar. En ik heb geleerd van choreografieën te maken over die 36 jaar. Ik was 36 jaar geleden was ik een jonge vrouw. Maar bijvoorbeeld, dat is, ja. Als ik u even mag onderbreken, de muziek is altijd ontzettend belangrijk geweest. En dat was, wat we daarnet gezien hebben, was heel minimalistisch. Wat er nu aankomt, begin januari in de Munt, de 6 Brandenburgse concerten van Bach, is een heel ander type van muziek. Zijn daar... En is een heel ander type van choreografie ook. Ja. Ik heb heel mijn traject over die 36 jaar heeft zich in de eerste plaats... gemaakt in de relatie tot muziek, van naar gelang welke soort van muziek waarmee ik werkte. Ik heb verschillende soorten van strategieën ontwikkelde van hoe je op zo'n muziek een choreografisch antwoord kunt geven. En anderzijds ook in het samen... choreografie is toch een heel sociaal intens project. Hè? Je bent niet de soort van choreograaf die binnenkomt en zegt iedereen naar links en naar rechts, naar voren en naar achter. Je vertrekpunt is een creatief proces. Het begint bij vragen. Ik neem beginbeslissingen en eindbeslissingen. En daartussen is dat met een gemeenschap van mensen een heel, heel intensief proces. En de muziek van Steve Reich over de 6 Brandenburgse concerten van Johann Sebastian Bach is een heel andere schriftuur. Daar is, je hebt veel meer vakmanschap. Gekregen in de 36 jaar. Maar wat ik wel mooi vind, of ik zelfs durf zeggen fier op ben, is dat het blijft altijd een zoektocht. Samen met al die mensen tezamen. Dus dat vind ik fijn. Ja. Gaat het werk over andere dingen dan 36 jaar geleden? Want we leven in een heel andere wereld natuurlijk. Hè? Ja, dat is... Als ik daar straks zei, een cirkelbeweging, dat is het misschien dat ik van abstractie begonnen ben en misschien terugkom naar die noodzaak van abstractie. Dat,
noodzaak? Ja, vind ik wel. Waarom? Ik weet het niet. Ik vind dat we in heftige tijden leven. In heftige tijden leven waarin het voor ons en ik denk ook voor komende generatie steeds moeilijker wordt om zich te oriënteren door de technologie, door de grote ecologische... Ja, ik denk dat we toch wel catastrofes mogen noemen die op ons afkomen. En daar als kunstenaar ben je daar toch heel erg mee bezig. Hoe verhoudt u daartoe? Ja. En ja, wat is het belang van kunst in zo'n heftige tijden? Ja. En wat blijft? Wat is er? Welke vragen van waar komen, waar gaan we naartoe? Wat is belangrijk? Wat is er belangrijk dat niet voor alleen voor ons, maar in zij die na ons komen? Wat is er altijd hetzelfde geweest? En ja, dus die nood aan abstractie om misschien op een meer concrete manier te kunnen spreken. En ik denk ook, dat is ook het heel specifieke aan dans. Hè. We zijn zoals muziek, dat we met een grote graad van abstractie, maar tegelijkertijd werken we met het lichaam. En is er iets meer hedendaags of iets concreter als het menselijk lichaam? Dat huis waarmee we elke morgen opstaan en waarin we de tijd en de ruimte en hoe tijd en ruimte in elkaar grijpen, dat is in het lichaam dat we dat op de meest concrete manier ervaren. Geniet van wat u de komende week allemaal te beurt zal vallen. Dank u. En tot in Broadway toe dus met Ivo van Hoven. Dat wordt ook nog een boeiende avontuur, denk ik. Aan Theresa de Keesmaker, dank u wel. Ja.